Het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost is reeds geruime tijd bezig bermen schoon te maken en lozingen en kanalen op te halen. Behalve het schoonhouden van dit gebied wordt er ook voor gezorgd dat het overtollige water sneller wordt afgevoerd. We zijn bezig geweest aan de Mahonielaan. We hebben de schietbaan weggedaan. We gaan de Tourtonnelaan nog aandoen. Het zijn eigenlijk plekken waar het echt onder water loopt en waar men heel veel last van ondervindt. Wat ik wil zeggen, degenen die een beroep op ons hebben gedaan, ik zou ze vragen om even geduld te trachten. Want met de weinige middelen die we hebben, proberen we toch heel veel te doen. Oké, we zijn hier bezig achterop van Tourtonnel 6. Dit is namelijk achterop van Bridge Village. We zijn bezig hier de klepduikers schoon te maken. Ze waren helemaal dichtgeslipt. En dit eigenlijk is een heel belangrijke afvoer voor het geheel gebied. Tourtonnel 5, Tourtonnel 6. De projecten Tourtonnel Garden, Bridge Village en omgeving. Is een heel belangrijke afvoer, vandaar dat we hebben gemeen om hier de klepduikers schoon te maken. En zodat het kan zorgen voor een goede afvoer.